Welkom bij de leesles van thema 7, dag 5. En we starten met het flitsen van hoofdletters. Hoofdletter H. Hoofdletter R. Hoofdletter M. Hoofdletter J. Hoofdletter A. Hoofdletter T. Hoofdletter Z. Hoofdletter P. Hoofdletter B, hoofdletter G, hoofdletter E, hoofdletter I, hoofdletter F. Ik heb hier vier woorden. Wat is hetzelfde bij alle vier de woorden? Wat komt overeen? Ja, alle vier de woorden zijn met een oortje au. En we gaan ze even samen lezen. Jouw, fout, stout, bouw. Nog een keer. Jouw, fout, stout, bouw. We gaan weer tempo lezen. Lees hem eerst samen en daarna mag je hem zelf lezen. Lees maar mee. Fit, fout, zout, stout, stoet, stoel, kou, kous, kas, kast, kist, mist, mouw, vouw, hou, hout, heet, kreet, greep, zeep, zee, zou. Touw, bouw. Zet de video maar op pauze en ga alle woorden nog één keer lezen. En als je een timer hebt, neem de tijd even op. Ben je klaar? Dan zet je de timer weer op nul en dan ga je nog een keer lezen. En kijk of je de tweede keer sneller bent. En natuurlijk de woorden goed lezen. Zet de video maar op pauze. Goed geoefend hoor. Het doel van vandaag. Wij kunnen woorden lezen met drie medeklinkers achter elkaar. Zoals strik en worst. Drie medeklinkers achter elkaar. Als je even kijkt naar dit woord. Dan zie je. Dit is een medeklinker. Dit is een medeklinker. Dit is een medeklinker. En hier komt een klinker. Er staan er dus 1, 2, 3 achter elkaar. Daardoor is het woord lastiger om te lezen en is het belangrijk dat je een woord zingt. Dus bij dit woord maak hem iets langer. Sproet. Sproet. De sproet is die stippeltjes op zijn wang. Sproeten. Sproet. Het volgende woord. Sproet. Sproet. Het volgende woord. Gaan we eens even goed kijken. Ik zie hier één medeklinker en een klinker. En dan zie ik medeklinker, medeklinker, medeklinker. Hier zijn ook drie medeklinkers achter elkaar. Lees maar mee. Worst. Worst. Dus ik zing hem weer achter elkaar. Worst. Worst. De volgende ga ik weer even kijken. Ik heb hier 1, 2, 3 medeklinkers achter elkaar, dan een klinker en dan weer een medeklinker. Strik. Strik. Oh, hij wil niet daar blijven. Zet ik hem hier wel overheen. Strik. Strik. De laatste, daar zie ik een klinker.
En dan medeklinker, medeklinker, medeklinker. Er zijn weer drie medeklinkers achter elkaar. Arts. 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 Het leesboek van vandaag. Even kijken. Ik zie hier een raar ding. Ik weet niet wat het is. Ga eens even kijken hoe de titel is. De grijparm. De grijparm. Nou, dat is denk ik dat ding. Deze gaan we straks lezen. Het ziet er wel een beetje eng uit. Maar eerst gaan we even kijken naar het rijtjesboek. Het rijtjesboek zullen vast woorden staan waar drie medeklinkers achter elkaar staan. Kijk even goed naar de eerste rij. Welke zie je daar een woord met drie medeklinkers achter elkaar? Ja, hè? Ik zie hier spreek. Spreek. Hier staat sprak. Sprak. Strak. Strak. En de laatste is strik. Strik. Want hier zijn maar twee medeklinkers en hier ook. De tweede rij. Kijk eens goed. Zie je daar woorden met drie medeklinkers achter elkaar? Nou, deze niet, hè. Sterk, dan zie ik er maar twee en twee. En kerk ook. Kers. Hey, kerst. Daar zie ik er drie. En korst zie ik er ook drie. En worst zie ik er ook drie. Volgende rij. Kijk maar goed. Zie je een woord met drie medeklinkers achter elkaar? Am niet en af ook niet, maar straf en strak en struik. Kruik niet, hè? Er zijn er maar twee. De k en r. De laatste. Zie je daar weer woorden met drie medeklinkers achter elkaar? En welke dan? Het eerste woord gelijk, hè? Streep zie ik er 1, 2, 3. En stroop ook. En stroom ook. En stoom niet. Daar zie ik alleen er twee staan. Dus. En het stem ook niet. En de ster ook niet. Het rijtjesboek gaan we ook strakjes lezen. Strik en worst hebben ze genomen omdat die drie medeklinkers achter elkaar hebben. En bij strik staan ze aan de voorkant. Aan het begin van het woord. En bij worst staan ze aan het einde van het woord. Dus strik en worst. Drie medeklinkers achter elkaar. Als je hem dus lastig vindt om uit te spreken, zing hem dan achter elkaar. Strik. En worst. Het leesboek, de titel van het verhaal is De grijparm knarst. Zie je hier ook een woord met drie medeklinkers achter elkaar? Grijparm is een samengesteld woord, hè? Daar zie ik twee medeklinkers en hier ook twee medeklinkers. Maar bij knarst zie ik twee medeklinkers, een klinker en dan rust. Net als worst. Knarst. Grijparm knarst. Nou, de grijparm is denk ik dit ding. En knarst is dat hij geluid maakt. Een beetje krrr, doet hij. Gaan we eens eventjes kijken wat er gebeurt in het verhaal. Je mag het verhaal weer met me meelezen. En we lezen hem rustig aan, bladzijde 16. De grijparm. Lars stapt van de trap op de grond. Hij veert weer omhoog.
Zo gaat dat hier. Je loopt niet, maar je hupt. Juf Wolk wijst naar een bol. Die bol glanst als een ring. Als ik even kijk naar deze zin, dan zie ik die bol glanst. Dit woord heeft drie medeklinkers achter elkaar. Zie je? Glanst. Lees maar weer mee. Kijk, daar moet je zijn, zegt ze. Lars ziet geen deur in de bol. Er zit een gleuf in de wand, zegt de juf. Stop daar maar een munt in. Dat doet Lars. Er knarst iets. Wat is dat? Een grijparm pakt hem vast en trekt hem de bol in. Oef, dat was eng. Lars zucht ervan. Hij kijkt om zich heen. Daar is de pot. Gauw doet hij een plas. Hij wil hier snel vandaan. Maar hoe moet dat? Zet de video maar even op pauze en dan mag je het verhaal zelf nog een keer lezen. Heb je hem helemaal gelezen? Goed gedaan. Dan mag je of samen met degene met wie je bent, of even alleen de paarse tekst lezen. Je leest hem in ieder geval met je vinger mee en het liefst natuurlijk hardop. Zet de video maar op pauze. Ik heb woorden met drie medeklinkers achter elkaar. Je mag hem even lezen en aanwijzen bij welk plaatje het woord hoort. Stroop. Heel goed. Worst. Struik. Koorts. Straal, barst, barst in het ei, hè? Strik, en de laatste, sproet. Lees maar even mee. Struik, koorts. Barst, straal, sproet, strik, worst, stroop. Goed gedaan. We gaan nog even woorden flitsen. Doe maar mee. Helft. Bonst, straf, worst, wenst, kerst, straal, spreek. Strak,
Spruit. Goed gedaan. Het rijtjesboek hebben we nog niet gedaan. Die gaan we voor koor doen. Dus ik doe hem voor en je doet hem samen met mij in koor na. Spreek. Spreek. Sprak. Sprak. Strak. Strak. Strik. Strik. Stik. Stik. Stok. Stok. Sterk. Sterk. Kerk. Kerk. Kers. Kers. Kerst. Kerst. Korst. Korst. Worst. Worst. An. An. Af. Af. Straf. Straf. Strak. Strak. Struik. Struik. Kruik. Kruik. Streep. Streep. Stroop. Stroop. Stroom. Stroom. Stoom. Stoom. Stem. Stem. Ster. Ster. Je mag de video op pauze zetten en dan ga je de woorden allemaal nog twee keer zelf lezen op je eigen tempo. Tijd voor het werkboek. Het werkboek ga je goed kijken naar het plaatje en een woord maken. Dus bijvoorbeeld hier is een wolk. Dan heb ik wolk. Dat ga je met de volgende ook doen. Hier ook precies hetzelfde. Volgende bladzijde. Kijk welk woord je moet maken. Je ziet een plaatje en ik zie hier spreek. Spring of sproet. Dit is natuurlijk spring. Je leest ze weer alle drie en daarna zet je een streepje erbij. Dan maak je met schrijfletters daaronder het woord. We gaan het werkboek gelijk nakijken vandaag. Lees maar even mee. Wolk hadden we al. Helm, sproet en struik. De volgende, koorts, sprong, barst en straal. De woorden die je moest maken waren spring, strak, stroop. Spruit, dorst en markt. We hebben vandaag het verhaal gelezen van de grijparm. Lars moest naar de wc. Hij vond het niet heel erg leuk hè, met die grijparm. Het doel van vandaag was dat we woorden kunnen lezen met drie medeklinkers achter elkaar, zoals strik en worst. Hier gaan we de volgende keer verder mee oefenen.